Ik open de video anders dan jullie van mij gewend zijn. En dat komt omdat ik tijdens het editen kwam ik erachter dat de geluiden van mijn optreden in Antwerpen, dat die gewoon echt heel slecht waren. Dus ik heb niet heel veel kunnen gebruiken in de video. Ik hoop dat het de pret niet mag bederven en jullie het alsnog een leuke video vinden. Ik heb er heel veel tijd, moeite en energie in gestoken. En uiteraard vond ik het heel leuk om te doen, het editen. Ik ben in ieder geval super blij en dankbaar dat je weer gaat kijken naar een video van mij. Vergeet niet een duim omhoog achter te laten. Abonneer als dat nog niet gebeurd is. En de video van mijn optreden in Thalia, die komt ook deze week online. Maar ik ga geen dag opnoemen, want straks red ik het niet en heb ik het weer gedaan. In ieder geval bedankt en heel veel kijkplezier. Mwah, mwah, mwah. Good morning, people. It's Friday. Ik heb net gewerkt en ik heb mezelf pijn gedaan. Ik was dus aan het sporten en ik ging een oefening doen en dat is dus niet zo goed gegaan. Anyways, kijk, ik heb dus mezelf mijn knie. Oh, sorry, shit. Ik weet niet of je het kan zien. Ja. Ik heb deze nu omgedaan. Die had ik toen bij de Decathlon gehaald. Op advies van de huisarts. Omdat ik vaker last heb van mijn knie. Misschien ben ik ook gewoon te zwaar voor mijn knie. Dat kan ook. Since I like to eat. Gained a little bit of weight. Jullie zien me zien. Dus maar. Ja, ik ga het even aankijken. Het is wel. Ik wou een scheldwoord zeggen. Maar doe maar niet. Het is heel vervelend. Want ik heb morgen een optreden. En maandag ook. En ik heb nu echt pijn in mijn knie. Ik ga me klaarmaken, want ik ga de nagels doen. Ik moet even denken welke kleur. Want ik wil eigenlijk iets opvallends. Vooral voor maandag. Maandag sta ik in Villa Thalia. En dan wil ik eigenlijk een opvallende kleur. Vind ik wel mooi, weet je wel? Als je zo die microfoonbeet hebt. En dat je zo'n soort roze, roodachtige kleur ziet. Maar dan kijk ik weer naar buiten en zie ik het weer. En dan denk ik, ja, wie heeft nou zin in blije nagels? Ik zie het wel. Ik ga. Nou, dit is het geworden. Ik heb gewoon een nude kleur laten lakken, want ik weet niet zo goed. Ik weet nog niet zo goed wat ik aandoe. En ik dacht, ja, weet je, dan moet je daar weer rekening mee houden. Dus, en ik vond dit wel mooi. Lekker basic. Ja, I love it. Dennis. This time I'll take it slow. Hey, dat is Jay. Take it slow. Oh, oh. Hey. Oh, oh, oh. Ik kan niet met hem. Oh, wat een verschrikkelijk kind, echt. Goedemorgen, het is zaterdag vandaag. Ik ga vandaag optreden in Antwerpen. Ik moet nog even kijken wat ik aandoe. Ik heb nog geen idee. Ik heb alleen een colbert die ik heel graag aan wil doen. Zal ik straks wel laten zien. Maar ik weet niet zo goed met wat. En ja, ik moet ook vandaag ook wel even stemrust houden. Dus ik mag niet zoveel praten en heel veel stemoefeningen doen. Ik ben nog niet zenuwachtig, dat ben ik nooit. Ah, maar mijn zenuwen komen echt 5 minuten voor de show. Dan poep ik in mijn broek, letterlijk. Nou, figuurlijk, maar bijna letterlijk. Dus ik ben heel benieuwd, want ja, ik ken ook niemand daar. Maar vinden Belgen mijn muziek überhaupt leuk? Vinden ze mij leuk? Ik vind die kleur echt mooi. Mijn nagels zijn nu eindelijk weer gezond. Ik had eerst acrylnagels. Dat doe ik nooit meer. Mijn nagels zo verpest. Dus hier ben ik heel happy mee. Ik zie jullie zo weer. Bye bye. Dit is trouwens mijn ontbijt. Ik heb Alpro yoghurt. En dus zonder lactose. En de noten en zaden. Van de Albert Heijn. Ik zal het straks wel laten zien. Maar ik vind dit echt heel lekker. Het heet ook lekker weg, niet dik. En ik heb een gemberteetje met citroen en honing voor The Voice. Het schijnt trouwens dat gember, het stilt de honger, hè.
Dus we gaan het zien. Deze is het. Kijk. Deze gebruik ik. De Alpro Mild en Creamy, want er zijn verschillende varianten. En dit. En dan doe ik al gewoon een beetje honing bij. Ik ben lunch voor mezelf aan het klaarmaken. Ik heb ei, spinazie, sujuk en runde knapworstjes. The girl is healthy again. Zo, daar ben ik weer. Het is heel grappig, want ik kreeg net een vriendin van mij, Eline, die had vanochtend op haar story allemaal oude herinneringen gedeeld. Uit 2016. En daar zat dus een filmpje bij dat ik deze trui aan heb. Dus ik heb hem gewoon al 3 jaar, hè. Het is kort voor 3. En ik weet nog steeds niet wat ik aandoe straks naar mijn optreden. Het is altijd zo raar als ik moet optreden dat iedereen vraagt dan van, oh, en ben je al zenuwachtig? Ik voel niks gewoon. Niks. En ik weet dat ik rond... Want we gaan 8 uur vertrekken. En ik weet zeker dat ik om 6 uur... Dan ga ik in de stress schieten. Dan pas ga ik kijken wat ik aan ga doen. Dit. Ik weet niet wat dit moet voorstellen. Maar dat moet ik ook even gaan regelen. Maar mijn haar wordt vandaag wel gedaan. Dus daarom, daar ben ik wat relaxter over. Mijn make-up ga ik zelf doen. En ik denk dat ik een jurkje aan ga doen. Met een oversized colbert. En sneakers die ik van, van Diversité heb. So yeah. Oh ja, wacht. Ik ga jullie nog even die filmpjes laten zien met mijn grijze trui. En het is zo grappig, want ik zie die filmpjes en ik denk... Wauw, wij zijn gewoon nooit normaal geweest. Like, nee. Wij zijn gewoon niet normaal. Rabalabo, karamballen, rabalabo. Ik wil wel gelijk weer dansen, man. Dit is wel een van de beste Cabo tracks aller tijden, man. Gilles, dance, wine fast, wine slow. Wil je niet gelijk dansen, bro? Joyce the stare. For all you guys. For all you guys. Pull up, pull up. Wat deed je, man? En uiteraard weer Gilles. En dit is Betuko. We doen het niet allemaal even spetterend, maar dit is Betuko. Ik vind het altijd zo leuk. Zie je, dat bedoel ik met maak beelden. Weet je hoe tof het is als je dan 3 jaar later beelden krijgt en dat je denkt, oh ja, wat een leuke dag of dat moment. Ja man, I love it. Oké, ik ga even mijn ding doen, want dan kan ik weer zo snel mogelijk thuis zijn om te kijken wat ik aandoe. Thanks dat jullie kijken trouwens. Ik heb heel veel leuke reacties gehad. Ook mensen die vragen of Joy wat vaker in beeld mag komen. Ik vind het oké, maar zij moet het ook willen. Dus ik laat het echt aan haar over. En op de momenten dat ze in beeld wil komen, komt ze in beeld. Nu is ze er ook en dan zit ze gewoon in een hoekje zonder ze zich af. Zo'n puberteit ding of zo. A little loco. Maar als ze erin wil, dan vind ik het prima. Lieve mensjes, het is vandaag zondagavond. Ik heb gisteren mijn optreden gehad in Antwerpen. Dat was heel leuk. Echt ander publiek. Maar goed, het was echt hartverwarmend. Ze waren zo lief en enthousiast. Dus dat maakt het altijd wel weer leuk. Een publiek bepaalt natuurlijk alles, hè. Vandaag
heb ik niet veel gedaan. Ik ben eigenlijk de hele ochtendmiddag thuis geweest. Toen ben ik, jawel, even naar de stad gegaan. Because I got myself a new cam. Ik ben er super blij mee, want deze camera die ik nu heb, hij is wel gewoon goed, maar ik heb dus niet zo'n opzet, zo'n opklap, omklap, hoe heet dat ook weer? Zo'n, whatever man, dat ding op die camera, dat je ook naar jezelf kan kijken, ik ben gewoon echt dat woord kwijt. Maar goed, dat heb ik dus niet. En de kwaliteit van deze camera is gewoon iets minder. Dus ik wilde een nieuwe camera hebben. Dat heb ik dus vandaag gehaald. Very, very happy mee. I'm so happy. And I got myself een nieuwe concealer. Ik was eigenlijk niet per se op zoek naar een MAC. Ik liep langs Douglas en toen dacht ik van, is het Douglas of Douglas? I don't know. Maar goed, toen ben ik dus naar binnen gelopen, want ik dacht van, oh ja, ik heb nog even een goede concealer nodig. Ik heb zoveel concealers. Ik ga het even laten zien. Well, 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 look at this. Dit zijn de concealers die ik nu heb. En op de een of andere manier, er is geen één die exact mijn kleur is. Er is eentje, dat is nummer 7. Deze, die is ook nog niet eens uitgepakt. Dat is gewoon nieuw. Nummer 7, deze, dit is dan wel een goede kleur, is trouwens van het merk NYX, NYX. Maar dit is dus alleen als ik op vakantie ben geweest en als ik een kleurtje heb, man. Deze, dus nu, ik likjes ben. Kijk, en dan dit is dan die 6.5. En als ik die twee mix, nee, sorry, ik zeg het verkeerd. Als ik 6.5 en 6.7 mix, dan gaat het wel weer. Maar, nee, dit is, deze is die kenstap hondstap van NYX. En ik vind hem echt te geel, kijk, je ziet het hier al. Maar ze had me wel deze geadviseerd. En weet je, ik ben gevoelig voor marketing. Het is gek, hè? Ik doe heel veel marketing op werk. Al jaren eigenlijk, maar ik trap er zelf gewoon altijd in. En dan heb ik nu deze van de MAC 24 Hour Studio Fix. Ik ga deze wel gewoon allemaal bewaren. Ja, dus nou, dat was eigenlijk het enige wat ik heb gedaan. En wat ik heb gehaald. Voor de rest heb ik niet veel gedaan. Joy is wel naar de kermis geweest. Maar dat was zij. Begreep ik. Ik heb het, ja. Je zei toch de kermis zij. Dus daarom ging je naar de MAC. En toen jij mij belde, zei je dat. Zij waren klaar nu. Dan heb ik het verkeerd begrepen. We hebben net een vissoepje gehaald. Hij is heerlijk en rijk gevuld. Ik wou heel stoer alle vissoorten gaan benoemen. Ja, dit is een mossel, maar het houdt toch gauw op. Want ik weet bijvoorbeeld niet dat dit is tonijn, denk ik. In ieder geval, er zit heel veel vis in. En we hebben garnalen. Maar dat is geen knop, als ik zie dat dan niet. Natuurlijk heb je een hond. Maar goed, ik heb een plaatje.